Davy, allereerst gefeliciteerd weer met de voorselectie. Hoe werkt zoiets? Krijg je dan een appje van de bondscoach? Nee, dit keer niet. Vorige keer heeft hij me wel opgebeld, omdat het natuurlijk de eerste keer was na een lange tijd. Dus dan is het een soort van nieuw en dan belt hij op. Maar dit keer verneem je het gewoon vanuit zoals de rest van Nederland. En er zit een verrassende naam tussen, Maarten Stekelenburg weer. Is dat nou een verrassing voor jullie als groep zijn of niet? Nou ja, kijk, wij maken natuurlijk wel geintjes over en we hadden de laatste tijd zeiden van, nou, misschien kom je wel weer in aanmerking. En ja, ik denk dat hij het ook verdiend heeft. Hij heeft de afgelopen 2 maanden toch vanuit het niets ineens moest hij er staan en hij staat er. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat hij daar zeker thuis hoort. Ja, heb je hem erover gesproken vandaag en wat zei hij erover? Ja, hij vindt het natuurlijk leuk en wij vinden het ook leuk voor hem. En ja, je maakt natuurlijk wel, geintjes met hem. Dat hij dan toch wel weer de oudste daar ineens is. En ja, dat is wel gewoon lachen. En, ja, we zijn allemaal blij voor hem. Davy Klaassen keerde in oktober terug naar zijn Ajax, paste zich naadloos aan en is inmiddels al niet meer weg te denken uit de ploeg. Ja, goed gevoel. Zo is het feit dat ik weer bij Ajax speel, eigenlijk mijn club speel, dat is sowieso al goed. En daarbij de resultaten zijn ook goed. Dus ja, ik ben gewoon over het algemeen heel blij. Wat gaat er allemaal goed voor jouw gevoel? Nou ja, het is gewoon fijn dat je weer sowieso om de prijzen speelt en veel wint. Dat helpt wel voor je gemoedstoestand gedurende de week. Ja, ik weet niet, ik voel me hier gewoon, ook in het spel dat we nu spelen, voel ik me gewoon goed. En ja, het past gewoon bij me, denk ik. En, ja, ik heb het gewoon, ik denk net als iedereen, heel erg naar mijn zin. Ajax is bezig aan een erg goede reeks. De Amsterdammers zijn al 19 wedstrijden ongeslagen, waarvan maar liefst 16 keer winst en slechts 3 keer een gelijkspel. Davy Klaassen heeft daar wel een verklaring voor. Nou, ik denk sowieso dat iedereen op dit moment fit is, dus dat de trainer veel keuze heeft. En als er gewisseld wordt, ja, merk je dat ook niet echt gelijk. En daarbij denk ik ook de spirit die we nu in het team hebben gecreëerd de afgelopen tijd, dat we, ook als we misschien niet al te best spelen, dat we toch, ja, toch vaak nog winnen en toch vaak het over de streep trekken. En, ja, ik denk dat belangrijk is om bij te houden, want je kan niet elke wedstrijd top spelen. Maar ja, je moet wel zorgen dat je wint. Maar ja, het komt ook niet vanzelf. Hè. Het is niet dat we 's ochtends opstaan en denken van oké, nu gaan we vandaag even rustig even een wedstrijdje winnen. Nee, het is gewoon wel elke wedstrijd weer laten zien dat je vol gas gaan. Ja, en dan ziet het er makkelijk uit en daar krijg je denk ik wel vertrouwen van als je merkt dat harde werken ook beloond wordt. Je hebt altijd natuurlijk jongens die daar in het voortouw, ja, willen en kunnen nemen en ja, de rest die trekt zich daarin op en uiteindelijk ja, moet je ervoor zorgen dat zo'n spirit er vanzelf is, dat het in iedereen zit. En ja, ik denk dat we daarna wel op de goede weg zijn, dat je steeds meer ziet dat we, ja, dat die bezetenheid die we gewoon hebben elke wedstrijd, en als we dat elke wedstrijd laten zien, ja, dan gaan we gewoon vaak winnen. Toch lijkt ook nog iets anders van invloed te zijn op de prestaties. De middenvelder loopt sinds de goede reeks rond met een nieuwe koep. En of dat toeval is? Ja, jij vertelde. Ik had het zelf niet eens. Ik heb ja, mijn haar even geblondeerd. Ja, en jij zei sindsdien ging het goed. Zo had ik er nog niet over nagedacht, zo had ik er nog niet bekeken, maar het klopt wel eigenlijk. Misschien is het oorzaak-gevolg. Wie weet, ik ben niet zo bijgelovig, maar ja, als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn. Hey, hoe is dat gegaan in Klaassen? Nou ja, mijn vriendin doet kappersopleiding en die zei van, zullen we iets met je haar doen? Maar ja, ik dacht qua knippen, ja, is het niet zoveel mogelijk, dus dat werd lastig. Zei ze van, zullen we gewoon blond doen? Ik zei, ja, prima, doe maar. Dus, nou, sindsdien bevalt het me goed en ja, werken we telkens weer bij. Genoeg over de randzaken. Terug naar waar het echt om draait, het voetbal. Terwijl op de training de VAR geraadpleegd moet worden, gaan de gedachten uit naar donderdag. Ajax neemt het dan thuis in de Europa League op tegen het Zwitserse Young Boys. De middenvelder weet nog goed hoe hij op die loting reageerde. Het eerste gevoel was, ja, dat ze op kunstgras speelden. Dat was het enige eigenlijk wat in me opkwam. Dat voor de rest, ja, weet ik niet zoveel. Ja, dat Sulejmani er speelt, weet ik. Maar voor de rest ja, ken ik ze niet zo goed. In het seizoen 2012-2013 speelde Klaassen, toen nog jeugdspeler, samen met Sulejmani. Ja, hij was wel een van de jongens die me gelijk welkom liet voelen. Hele fijne gozer en altijd oog had ook voor de jonge jongens. En ja, buiten dat hij gewoon goed kan voetballen, was dat wel echt, ja, vond ik dat wel mooi aan hem. En ik denk dat elke speler en zeker ook elke jeugdspeler dat zal beamen. Ik kreeg al een paar speelminuten in de wedstrijd tegen Lyon en had daar een opmerkelijk mooie actie van Davy Klaassen. Klaassen voor de eerste keer. Eriksen. Een goed balletje. Eriksen. Hij staat hier naar de bal toe. Dat is Klaassen. Het zal toch niet? Het zal toch wel! Wat een debuut! Wat een debuut! Davy Klaassen. Ik denk dat hij nog geen minuut in het veld staat. Hoe was die periode voor jou? Weet je dat nog? Ja, ik voelde me ook echt als jeugdspeler in het eerste, zeg maar. Omdat ik speelde bijvoorbeeld zaterdag nog met de A1 en dan dinsdag maakte ik mijn debuut. Dus dat ging allemaal echt heel snel. Ik weet ook nog dat ik met Vertonghen op de kamer sliep, de aanvoerder, gelijk bij mijn eerste wedstrijd. Dus dat was ook zoiets van ja, je zegt niet zoveel, je gaat gewoon maar rustig slapen en voor de rest niks. En ja, dat was gewoon, ja, daar heb je eigenlijk je hele jeugd naartoe gewerkt om dat moment te bereiken. Dus dat was wel heel speciaal. Terug naar 2021, naar 11 maart om precies te zijn. Dan speelt Ajax de eerste wedstrijd van de 8e finale tegen Young Boys. Ook op een goede wedstrijd van onze kant. En volgens mij zijn ze ook wel vrij gericht op de counter. Dus dat is altijd wel, moet je natuurlijk altijd oppassen. Maar ja, wij willen gewoon naar die volgende ronde. En ik denk als wij goed zijn over 2 wedstrijden, dan kunnen we dat ook halen. Maar ja, dat ligt wel aan onszelf uiteindelijk. Zolang jij deze koep houdt, dan lijkt het goed te komen. Ga ik weer even bijwerken.